Veel natuurgebieden worden doorkruist door drukke verkeerswegen waarop hard gereden wordt. Zo ook in de kop van Overijssel, waar de wieden en weerribben liggen. Het werd twee jonge Overijsselse otters recent fataal. Maar ook elders sneuvelen de dieren. Van de ongeveer 100 Nederlandse otters zijn er de afgelopen 2 maanden maar liefst 8 doodgereden. 2 in de wieden, 4 in de Noordoostpolder en 2 in Friesland. Ja, dat is natuurlijk wel het zorgelijk. Dat is bijna 10% die je in een maand kwijtraakt. Ik denk dat het op de andere diersoorten misschien nog wel groter is. Want de otters, zeg maar, die meldingen krijgen we vaak binnen. Maar heel veel andere meldingen krijg je gewoon niet binnen. Bijvoorbeeld aangereden vossen of boomwarters of dassen, dat hoor je vaak niet. Het probleem is gemakkelijk te verhelpen met de aanleg van eenvoudige wildpassages die toch al in het landschap aanwezig zijn. Denk aan viaducten en bruggen. Een goed voorbeeld is te zien bij de Roomsloot in de buurt van Blokzijl. Kijk, hier ligt een verse ottersprint. En hoe zie je dat? Omdat er schubbetjes in zitten en visgraat. Dan ruik je even en dan, nu weet ik zeker dat het een otter is, omdat er een visgeur aan zit. Niet alleen otters maken gebruik van deze passage. Ook andere dieren, bijvoorbeeld een boomart, die komt er ook langs. Kleine muizen. Alles gaat hier door deze tunnel heen. En dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld hoe het simpel kan, zeg maar, dat een dier van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied veilig kan passeren. De dieren worden met een eenvoudige afrastering naar de passage toegeleid. Wat gaas en wat palen. Maar het probleem is dat de afrastering vaak verkeerd aangelegd is door de wegbeheerders. Helaas, op veel plekken of de raster staat verkeerd of ze zijn te kort. Dan gaan de dieren alsnog omheen. Ja, en met kleine aanpassingen, zeg maar, zou je dat makkelijk kunnen oplossen. En als je dan met wat gaas, een paar paaltjes, heel veel leed kan voorkomen, dan zeggen jullie dat moet gauw gebeuren. Wat dat betreft, echt een noodroep. Ja, het is echt een noodroep en ook een noodroep naar de wegbeheerders toe. Om toch weer gezamenlijk aan tafel te gaan zitten, om toch maatregelen te nemen, zeg maar, die heel efficiënt en snel uitgevoerd kunnen worden.